Goedemiddag en zoals vanmorgen bekendgemaakt is, vandaag helaas het moment gekomen dat ook in Nederland een eerste sterfgeval als gevolg van een besmetting met het coronavirus is te betreuren. En laat ik ook hier nog een keer namens het kabinet medeleven uitspreken met de nabestaanden en hen alle sterkte wensen met het verwerken van dit verlies. En deze situatie, deze ontwikkeling, onderstreept nog eens een keer het grote belang dat we met elkaar eraan werken om de verspreiding van dat virus tegen te gaan. Ik wil in dat kader ook nogmaals mijn waardering uitspreken, ook weer deze week, voor het vele werk wat gebeurt door de deskundigen van het RIVM, de mensen van de GGD, de huisartsen en alle andere mensen. Ik heb maandag bij een GGD kunnen kijken en dinsdag bij een huisartsenpraktijk die ermee te maken heeft. En je bent altijd weer onder de indruk van de rust en de deskundigheid en de focus en de enorme toewijding waarin dat allemaal gebeurt. Daar kunnen we in Nederland alleen maar blij mee zijn. Tweede belangrijke kwestie waar we in de ministerraad over spraken is de migratieproblematiek aan de Turks-Griekse grens. We hebben de beelden gezien, we hebben de verhalen gehoord van de mensen die zich op basis van onjuiste informatie in gevaarlijke situaties bevinden en begeven om die grens over te steken. En dat moet stoppen. Turkije moet zich weer gaan houden aan de afspraken die we in 2016 hebben gemaakt tussen de Europese Unie en dat land. En dat is deze week ook nog weer eens onderstreept door de ministers in Europa van Justitie en de ministers van Buitenlandse Zaken. Ze hebben ook opnieuw bevestigd, in navolging van de voorzitter van de Europese Raad en van de Commissie, dat Europa de buitengrenzen zal beschermen. En om dat goed te kunnen doen is ook hulp aangeboden aan Griekenland. Ik heb zelf ook contact gehad met de Griekse minister-president en met de voorzitters van Commissie en Raad. En wij blijven de situatie intensief volgen, waarbij de enige manier om dit zowel voor Turkije als voor Europa in goede banen te leiden, stabiliteit terug te krijgen, is de uitvoering van de afspraken. Tot slot, over een paar dagen, aanstaande maandag, begint het strafproces tegen vier verdachten van het neerhalen van vlucht MH17, inmiddels bijna 5,5 jaar geleden. De rechtbank doet zijn werk in alle onafhankelijkheid. Ik kan wel zeggen dat dit een heel belangrijke stap is om tot waarheidsvinding te komen, maar ook gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Dat proces is moeilijk, het proces duurt lang. We hebben daar vaak ook met elkaar over gesproken. En ik heb heel veel respect voor de manier waarop de nabestaanden daarmee omgaan. Ik had afgelopen week met de meest betrokken ministers ook weer het geregelde overleg met de organisaties van nabestaanden. En ook daar dat uitgesproken. En ook deze rechtszaak zal niet, vrees ik, het einde zijn van het hele proces. Het onderzoek naar de betrokkenheid van andere personen gaat ook door. En wat wij willen bereiken is dat we stap voor stap komen tot ons doel. En we zullen daar ook met de andere betrokken landen en met ruime steun van de internationale gemeenschap en ook van jullie, de pers hier in Nederland, maar ook internationaal. Ook maandag lijkt er weer overweldigende persaandacht te zijn voor de start van het proces. En ook die persaandacht is ongelooflijk belangrijk om ervoor te zorgen dat wat hier gebeurd is, 5,5 jaar geleden, nooit in deze wereld als normaal zal worden gezien. En ik kan jullie verzekeren, is ook voor de nabestaanden van ongelooflijke waarde.